allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video heb ik een soort herinnering terug naar 2018. Het is vandaag maandag 31 december, de laatste dag van 2018. En ik dacht, ik ga met jullie terug naar januari 2018. Ik ga met jullie dus mijn Snapchat herinneringen ophalen van het afgelopen jaar. Waardoor jullie een beetje meer mijn januari leven te weten krijgen. Tot met december. Er zijn best wel veel midden. Ik had in elke maand had ik er één. Behalve in juni en november. In december heb ik er jammer genoeg ook maar eentje. Maar ja, laten we maar gewoon beginnen. Ik heb alvast lekker gescrollt op mijn Snapchat. Wanneer jullie dit zien is het al 2019. Maar het is toch heel erg leuk om even terug te blikken op 2018. Omdat ik toch een heel leuk jaar heb gehad. En ja, ook gewoon heel erg leuk met jullie. Ik ga zo iets meer deze kant op zitten, zodat jullie hier gewoon de foto's kunnen zien. Hier komen dan dus de foto's. De eerste is 2 januari, maar ik heb helaas geen foto's op 2 januari. 8 januari. Dit is mijn eerste foto van januari. Ja, gewoon een normale goodnight foto. En dat was het eigenlijk wel van 8 januari. De volgende is 29 januari. 28 januari. Ben ik in de McDonald's geweest. Alleen dat zijn andere mensen. En ik weet dus niet of hun erop willen. Dus dat hou ik er gewoon ook even buiten. We hebben 28 februari. Ik heb hier ook een filmpje. Maar er zijn ook nog andere mensen in. Maar ik laat wel gewoon het begin van mei zien. Dus gewoon wat ik dus ben in dat filmpje. Want ik vind het een beetje vervelend om andere mensen erop te zetten. Als ik niet weet of ze het wel willen. En dan heb ik nog een foto. Deze ben ik gek eigenlijk. Ook wel heel erg grappig. Maar ook wel een beetje gek. En dan heb ik nog een foto. Ik denk dat ik toen... Ja, toen was ik onderweg naar mijn werk. Ook heel erg leuk. Dit was wel een leuke dag, denk ik. Dan heb ik 2, 4, 5 en 10 maart. Tjongejonge. Oh, ik heb hier echt een aparte foto. Beetje donker ook, maar... Ja, jullie zien het wel. Deze had ik ook nog gemaakt. Dat is wel een beetje in de foto mode zo te zien. Oeh, deze is wel mooi. Oeh, 3 maart. Oh, ik ben blij dat ik, ik ben blij dat ik die niet hoef te laten zien. Oh, 4 maart. Dat is eerst een selfie met iemand die ik geplakt en geknipt heb. Die laat ik wel eventjes zien, want zo boeiend is deze foto eigenlijk helemaal niet. 5 maart. Hier was er ook. Ja, dit is een foto met 2 andere mensen. Super leuk. Zoals met Fabienne en Axelle. Axelle staat er eigenlijk bijna niet op. En dan heb ik een heel mooi filmpje. Super sexy. Ik ga echt stuk. Trouwens, voeg me anders een beetje toe op Snap. Ik heet gewoon Amy Valk. Gewoon lekker makkelijk. Ik heb op 10 maart niks gedaan. Want ik ging van 8 maart naar 14 maart. Tenminste, ik heb wel wat gedaan. Maar dat heb ik toevallig niet opgeslagen. Dan gaan we naar 5 april. Ik begon met een super leuke spiegel. Good morning foto. In de spiegel. Dan heb ik nog een selfie omdat ik ging foto in de spiegel omdat ik ging dansen. 5 april. Dan gaan we naar 5 mei. Oh, 5 mei was bevrijdingsfestival. Daar heb ik echt heel erg veel. Als eerst heb ik deze foto. Heel erg leuk. Lekker warm was het. Ik moest trouwens ook nog werken. En nu heb ik een selfie met iemand. Die ook eerder in mijn vlog is gekomen. Een hele wazige selfie met nog iemand. En toen nog eentje met Fabienne. Toen had ik trouwens mijn beugel nog. Heel erg stom dat te zien. Oh, nog een filmpje. Dat was alles van 5. Nu moeten we naar 24 mei. Oh, ik heb niks op 24 mei gedaan. Nu gaan we door naar 27 juli. Toen was ik op vakantie. Oh, ik heb niks op 27 juli gedaan. 5 augustus. Oh, ik heb ook niks op 5 augustus. 9 augustus was ik ook nog op vakantie. Oh, het was heel erg aan het regenen. Oh ja, ik heb hier wel wat foto's. Ja, oké, eerst ook deze foto. Toen had ik me net omgekleed. Ik vind mijn haar er best leuk zitten eigenlijk. Dan heb ik hier nu een filmpje omdat het aan het regenen was. En wij stonden bij onze eigen tent. Dus we moesten nog even een stukje lopen.
We waren naar de Statiet gegaan hier zo. En toen moest ik naar de wc. Dat was alles van augustus. We gaan nu naar 4 september. Ja, ik heb dus niks op 4 september. 14 september. Nou, eerst deze leuke ochtendkoppen niet stoppen. Toen had ik deze foto. Ik ga trouwens wel eventjes vragen of ik het er even in mag zetten. Deze foto. Oh, kut. Deze. 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 Super sexy allemaal. Deze. Augustus heb ik een hoop nutteloze selfies gemaakt. Dan gaan we door naar 25 september. Nothing. 29ste. En dan gaan we naar 12 oktober. Mijn verjaardag. Daar. Hey, I just met you. And this is crazy. Oh, dat was het enige wat ik dus op mijn verjaardag heb gedaan. Helaas. 17 december. Ja, daar heb ik ook helemaal niks gedaan. Dit was dus mijn 2018. En ja, vond je deze video nou leuk? Vergeet natuurlijk geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren hieronder deze video. En tot de volgende keer. Doei!